Even van der Looy met 4-1 winnen van de nummer 3 van de keukenkampioen divisie. Dat zegt nogal wat. Nou, dat moet je ook niet groter maken dan het is hoor. Dus prima dat we konden spelen tegen elkaar, tegen een goede tegenstander. Zeker de eerste helft speelden zij ook met hun beste spelers. Dus de tweede helft gingen zij ook meer wisselen. En dan zie je dat wij dan iets in de breedte wel wat sterker zijn. De eerste helft vond ik, moesten we wel flink aan de bak, dus dat was prima. Ik vond dat beide ploegen enorm hun best deden op het veld. Dat is normaal toch, of niet? Ja, dat lijkt me redelijk normaal. Dus als we voetballen, en we, dan moet je er ook wat van maken. We organiseren die wedstrijd niet voor niks. En als je er wat aan wil hebben, dan moet je gewoon moet je erover gaan. Wat vond je van de wedstrijd op zich? Nou, bij Vlagen deden we het oké. Okay, maar bij Vlagen kan het ook veel, veel beter. Ook in het druk zetten weer, dat we wat sneller vooruit moeten met elkaar. Het blijft voor ons een aandachtspuntje om dat steeds goed voor elkaar te hebben. Als we daar slordig in zijn, dan moeten we vaak ver terug. En dan moeten we ook weer ver terug om op te bouwen. Dus we moeten gewoon snel druk hebben. Pakken we veel meer ballen af. En dan wordt het veel makkelijker. Maar het mooie van de wedstrijd is dat we weer ongelooflijk effectief zijn. Dus we maken makkelijk goals. Ja, veel goals. 4 goals. Dat is natuurlijk fantastisch tegen een club als FC Groningen. Mm-hmm. Nou ja, fantastisch. Maar dat is wel oké. Okay. Dus dat is goed. Spits die er weer 2 maakt. Dus dat is goed. Daar zaten we goed in. We hadden, jammer dat we die eerste goal... En dat was eigenlijk gewoon een fout van ons die we weggaven. In de tweede helft hadden we nog 1 moment die we weggaven. Dat waren eigenlijk hun 2 grootste kansen. Voor de rest hadden ze af en toe wel de bal, maar niet echt kansen. Dus dat wordt wel beter. We worden wel stabieler daarin. Dus dat is goed. Het was in het begin al snel 1-1. Ja, heel snel. Maar ja, wij maakten natuurlijk die fout bij die eerste goal. Dat we die bal verkeerd terugspeelden, tekort. Dat maakte zij goed af. En meteen daarna repareerden we het ook weer. Dus dat was wel even lekker. Al met al, tevreden over wat je gezien hebt? Jawel. Maar je weet hoe ik ben. Als trainer kijk je altijd weer van wat er nog beter kan en wat er beter moet. Maar we hebben die wedstrijd gespeeld. Ook omdat we gewoon jongens ritme wilden geven. Meer inhoud wilden geven. En die dingen hebben we dus wel prima kunnen doen. En in de uitvoering kunnen we altijd nog beter worden, dat is duidelijk. Ja, je mist nog 4 man. Ja, we missen er een paar, maar dat geldt natuurlijk ook voor de tegenstander. Hè, dus dat is normaal in interlandperiodes. Al met al, een lekker gevoel tegen FC Groningen, 4-1 winst. Jawel, winnen is altijd goed, hè? Dat weet je. Succes. Dankjewel.